Borgman en Borgman. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ik doe het samen met mijn zoon. Een koffiebranderij aan ex espresso waarbij Tom, mijn zoon, meer de barista is. En ik ben wat meer bezig houden met het branden van de koffie. En hand- en spandiensten verricht voor Tom daar waar dat nodig is. Dus dat is eigenlijk ook de achterliggende gedachte. Oorspronkelijk met het idee om voor mezelf te gaan beginnen. Eerst alleen. En van lieverlee eigenlijk vorig jaar top enthousiast meegekregen. Ja, die had horeca-ervaring, werkte in de horeca een aantal jaren. En die heeft op een gegeven moment gezegd, ik vind dit zo leuk. Toen we bezig waren ook met het onthouden van de zaak. Dat hij zei van, ik zeg mijn baan nu op. Ja, en we gaan er met z'n tweeën helemaal voor. Je zit hier op een geweldig punt, midden in de stad. Absoluut, ja, mooi. Mooi aan een mooie gracht, midden tussen andere horeca-gelegenheden. Aan de zonzijde. Ja, dus ja, prima locatie om iets dergelijks als dit te beginnen. Leiden een mooie stad die dit nog niet kent. Zeker niet de combinatie van vers gebrande koffie met een espresso bar. Studentenstad, universiteitsstad. Een publiek wat denk ik absoluut in moet zijn voor dit concert. Ja, absoluut. We gaan even naar binnen. Doen we. Uiteraard een espresso, maar ik mag ook graag een Amerikaan drinken. Een lekkere Amerikaan met een goede shot espresso. Het was even heel druk. Nu weer even een rustig moment. De Giessen, bevalt hij? Ja, absoluut. Je ziet het, als je naar kijkt, robuust, mooi, eigenlijk heel simpel. En bevalt hij naar wat je moet doen, doet hij. Hoe vaak in de week brand je koffie? Gemiddeld 2 tot 3 keer in de week. En dan gemiddeld 3 batches per keer. Dus het is vooral lopen nog even beperkt. Waar ik voornamelijk eigenlijk alleen nog maar brand voor eigen gebruik en verkoop aan consumenten. Maar de bedoeling is ook wel dat er meer gebrand gaat worden om ook verkoop aan andere bedrijven te kunnen gaan stimuleren. Maar dat is op dit moment, ben ik daar nog niet echt actief mee bezig. Dat gaat komen. En dan hoop ik ook veel meer te gaan branden. Dan hoop ik eigenlijk dagelijks te gaan branden. Nou, je hebt 4 koffies, blends en 3 singles? Ik heb 3 singles en 1 blend. Ja. En, van die 4 bij elkaar, van 4 eigen singles maak ik 1 blend. En daarnaast de 3 singles. Voorlopig, ook daar is een bewuste keuze geweest om het nog eventjes niet al te ingewikkeld en gecompliceerd voor mezelf te maken. Daarnaast zit ik ook nog met een stukje opslagcapaciteit, maar is een bewuste keuze best wel voor deze. Ja. Als je hier brandt midden in de Leidse binnenstad, heb je dan last van de geur die je met koffiebranden hebt? Absoluut geen last. Ik krijg geen klachten van omwonenden, ook niet van voorbijgangers. Dus nee, gelukkig niet. Want dat zou heel vervelend zijn. Aan de andere kant, de geur mag ook best wel naar buiten komen. Ook. Maar dat is ook wel heel belangrijk. Het trekt ook weer mensen. Dus het doet hem beide kanten eigenlijk niet. Geen overlast, maar het is ook nog niet zo dat door het branden, terwijl ik het wel met open deur doe, dat daardoor de mensen inderdaad zeggen van hey, ik raak koffie. Hij heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat er een goede filter tussen zit. Bij het lang genoeg is om de afvoer goed te regelen. Dus ja, dat op zich is het eigenlijk prima. Wat zijn je plannen met de branden? Ga je nog hele spannende koffies kopen? Heb je... Dat is wel de bedoeling. Ja, ik wil wel gaan experimenteren natuurlijk met ook andere koffies. Maar goed, dat ga ik proberen geleidelijk te doen. Het is voorlopig eerst eventjes uit blijven proberen. Proberen te verfijnen. En dan gewoon eens kijken naar de mogelijke koffies.